Hallo en welkom bij een nieuwe video van Human Made. Deze keer ga ik mijn rabarberplant oogsten. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Hij is in de tussentijd al heel groot geworden, zoals je kan zien. Hele grote bladeren al. Hij is flink gegroeid sinds de laatste video dat ik voeding heb gegeven. Als jullie deze video willen zien, moet je even teruggaan in mijn video's, maar ik zal ook de link in de eindscherm zetten. Ik heb hier ook een heel klein bloemstengeltje in, zag ik. De bloemen zijn inmiddels al uitgebloeid. Maar het is maar een heel kleintje. Dus ik laat hem denk ik gewoon zitten. Maar ik kan jullie nog wel even laten zien hoe een rabarber in bloei staat. Want een kennis van mij die heeft een rabarber in pot staan en die is aan het bloeien op dit moment. Dit is de bloei. Heel mooi grote bloemen. Nou ja, bloemtopjes met heel veel kleine bloemetjes in. Lijkt wel heel mooi. Maar dit trekt natuurlijk wel heel veel van de plant. Dus zoals je kan zien, je hebt dan weinig stelen. Dus hou daar rekening mee. Maar ja, je kan nu wel zaad eruit krijgen als je dat zou willen. Dus dat is ook fijn, als je dat natuurlijk wil. Maar het ziet er wel heel leuk uit en het ruikt ook heel lekker. Maar ja, je krijgt hier natuurlijk heel veel zaden uit, want je ziet hoeveel kleine bloemetjes hij heeft. Dus als je heel veel zaad wil, laat hem groeien. Je kan natuurlijk ook stukjes afhalen, zodat je minder zaad krijgt. Maar dat moet je zelf weten. Voordat ik ga oogsten, ga ik een dag van tevoren flink veel water geven. Dit is een dag voor de oogst, dus ik giet er nog even heel veel extra water bij. Zodat de stelen mooi juicy zijn. Vind ik wel zo fijn. Dus doe dat de dag van tevoren. Kijk, als het natuurlijk regent, dan heb je daar geluk mee. Maar het regende vandaag niet. Dus vandaar dat ik even flink veel water geef met de gieter. Dan ga ik de volgende dag oogsten. We zijn nu een dag verder. En nu is het tijd om te oogsten. Ik ga eerst beginnen met dit grootste blad, want hij is ook heel groot. Kijk nou. Zo mooi groot. Maar die ga ik er wel afhalen, want dat is de grootste steel ook die eraan zit. En hoe ik dit altijd doe, is... Ik zorg dat ik altijd van links naar rechts ga, of andere kant op. En dan scheur je hem eraf, zoals dit. Ik knip ze er niet af. Je moet altijd zorgen dat dit stukje er nog aan zit, het begin van de stengel. Dan heb je hem er goed afgescheurd. Ik knip ze er nooit af, altijd alleen maar scheuren. En dit doe ik bij elke... stengel. Net zoals bij deze. Van links naar rechts trekken. En dan scheur je hem er vaak zo af. Is het ook al zo'n mooi groot blad. De grotere bladeren zitten onderaan, dus die pak ik als eerst. Dus zeg maar, de oudste bladeren pak ik als eerst. En ik zorg altijd dat er nog wel de kleinere bladeren, die blijven altijd staan. Zodat je ook nog weer verder kan oogsten natuurlijk straks. Want dit is nog maar de eerste oogst. En dan ga ik net voordat de laatste datum is wanneer je rabarber mag oogsten, dan oogst ik nog wat... En dan laat ik hem daarna verder groeien. Eind juni is de laatste weken dat je mag oogsten.
in verband met het oxalzuur. Dan kun je ze niet meer eten. Ik zou in ieder geval altijd tot het einde van juni. En dan niet meer te oogsten. En dan laat je de plant gewoon verder groeien. Dat is in ieder geval het belangrijkste. Deze bladeren zijn allemaal nog klein, dus deze laat ik zitten. Deze haal ik er nog wel af. Dit blad is ook nog heel groot. Deze heeft ook nog een heel dikke stengel, dus die haal ik er ook nog af. Ook weer hetzelfde, van links naar rechts of andersom. Zorgen dat het kontje er nog aan zit, zeg maar. En dan, zoals je ziet, blijft er niet veel meer over. Maar deze die laat ik allemaal wel zitten, want dit zijn nog kleinere bladeren. En dan kunnen die nog een tijdje verder groeien, zodat ze straks wel weer mooi groot worden. Want natuurlijk trekken die grote bladeren, die trekken natuurlijk ook veel vocht weg. Dus nou kunnen deze weer mooi verder groeien straks. En dan ga ik jullie nu laten zien wat ik nu eerst ga doen. Ik ga ze nu klaarmaken. En daarbij haal ik eerst alle grote bladeren eraf. Die snij ik er eerst allemaal af. En daarna haal ik alle kontjes er zeg maar af. Maar ik begin nu eerst met de bladeren allemaal af te halen. Je pakt gewoon een keukenmesje en je zoekt het einde op van het blad en daar snij je hem door, zoals dit. Er zit geen blad meer op. De kontjes doen we later. Ik doe eerst al het blad eraf, zodat ik dat alvast aan de kant kan leggen. Deze ook. Blad eraf. Heel makkelijk. Deze ook. Weer aan het begin van het blad. Het is super simpel. En deze ook weer. Want ik vind het altijd wel een gedoe met al die grotere bladeren ertussen. Dus ik snij altijd eerst het grote blad af. En dan doe ik de rest. Zodat ik eerst het meeste plant zeg maar weg heb. Oh, hier zat ook nog een dikke slak op. Ook af. Dan heb ik deze nog. Het blad ziet er al niet heel best meer uit, maar de stengel is nog wel goed. En deze ook. Dit is nog wel een grote. Zo. Deze nog. Kijk hoe mooi rood die aan de binnenkant is ook. Super mooi. Echt heel mooi. Dat betekent ook dat hij lekker zoel is ook. Dat is ook wel fijn. Deze kleintje nog even. Deze is ook zo mooi rood. En deze grote nog. Dit was de grootste volgens mij. Deze precies hetzelfde natuurlijk. Hoppakee. Nou, dan kan ik het blad aan de kant schuiven. En dan gaan wij beginnen met de kontjes er zeg maar af te halen. Want die moeten er ook nog af. Want die zijn denk ik niet zo lekker. Valt er altijd wel netjes af. Je kan zien waar de scheiding zit, zeg maar. Net daarachter kun je hem afsnijden hier dus. En dan snij je hem gewoon zo eraf. En dan heb je je mooie rabarberstengel. Nummer 1. Net zoals bij deze. Je haalt het kontje eraf langs de eerste lijn, zeg maar. Zorg dat je niet het harde stuk erbij krijgt in je eten, want dat is niet zo lekker. Zoals dit.
Deze ook weer precies hetzelfde. Puntje eraf. Het is op zich niet heel moeilijk. Je mes gaat er ook heel makkelijk doorheen. Dus het is niet heel lastig. En ik maak hier altijd hele lekkere toetjes van. Dus vanavond heb ik een lekker toetje. Deze ook weer precies hetzelfde. Zoek de lijn op. En dan ga je net daarachter afsnijden. En dan is straks alles klaar om ermee te koken. Maar maak ze nog wel even goed schoon straks. Hierna. Ik haal meestal ook nog de buitenkant eraf van de rabarberstelen. Maar dat doe ik meestal als ik ga koken. Dus dat doe ik niet hier op video meer. Deze ook weer. Je ziet al dat soms een beetje van het schil meegaat. Dat is niet erg natuurlijk. En als je ze natuurlijk gelijk gaat koken of wat je er ook mee gaat doen, dan is het natuurlijk wel het lekkerst als ze natuurlijk helemaal vers zijn. Dat is wel fijn. Nou, de laatste. Dan hebben we alle kontjes eraf gehaald. En dit is de bult met rabarber. Die je overhoudt. Super lekker. En ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Maak ze nog wel even schoon. Dat ga ik nu doen. Ik heb ze net even schoongemaakt. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Succes met de rabarber. En abonneer op mijn kanaal. Like deze video. Doei doei!